wat vooraf ging bij Roadtrip Oostblok. Oh, kramp. Nou, voor 10 euro krijgen we dit. Rood is ziek. Ik kon geen eens een slot water binnenhouden. Ah, fucking naar een inrichting of zo. Keer wel naar huis. Standaard. 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 Het is dag 5. Ik ben verkouden en vandaag gaan de jongens de wildernis in. Veras, ik irriteer me echt aan die kop van jou de laatste tijd. Je kijkt zo depressief. Nou, we gaan barbecuen. Ik ga de jongens leren hoe je echt een tent opzet. Ja, ik even... ja, even... Dat is de Crimson Chin. Die is weer lekker chagrijnig. Let's go to Klein-Amerika. A.k.a. de Grand Canyon, maar dan een klein. Je ziet gewoon allerlei dingen. Dus ja, eigenlijk gewoon allerlei nieuwe ervaringen. Gewoon too much fun. Ja, ik zit echt gewoon vol te genieten. Op een gegeven moment, Robert dropte een cd van onze favo-artiest Steen. Visie lijkt mooi druk, heel de dag. De chauffeur is echt een fucking retard. Ja, ik kan me echt kapot aan irriteren aan zulke mensen. Ik ben de chauffeur, ik ga gewoon rijden. Als ik plezier kan hebben is het leuk. Maar daar merk ik wel dat er gewoon een paar jongens in de groep waren. In het bijzonder Erik. Dat ziet van ja, ik wil gewoon uitgaan en voor de rest interesseert me niet zoveel. Ja, die hele klik tussen mij en Robert lag er echt totaal niet. Gewoon... Dude, what the fuck man. Tijdens het rijden krijgen Jeffrey en Veras ruzie. Eindelijk, nu is het afgelopen. Probleem jongen, Mogol. Dat is een fucking horsel of zo man, zo'n zwarte, zo'n beest. Het is gewoon een mug. Gaan met die gozer. Hey pussy. Met een gefrustreerde Erik in de auto vertrekken de jongens verder naar Klein-Amerika. Iedereen is met stress, maar ik ben met pizza. We gaan nu naar een plek waar echt bijna niemand van af weet. Kijk, dat ziet er vet uit. Met je hoofd, ik hou afstand. Dit is de Crimson Chin. Erik en onze chauffeur Robert hebben hoogtevrees. Hij loopt gewoon te huilen. En ja, maak je je zorgen om Erik? Altijd. Altijd. Erik, weet je hoe ziek dat is? Wil je het doen? Nee? De enige manier om naar beneden te komen is via een touw aan een rots. Je krijgt maar echt een klein stukje touw, niet de hele weg. Ja, dus hoef echt even niet te kijken, want als de guy fucking te platter valt. Weet je, doe het voor de koep, ik ga als eerste. Fuck man. Dat was net een leuke mens, wat je. Er is hier gewoon iemand doodgegaan. Doe dit dan niet. Hoe ver moet je nog? Nou, die gasten durven dus hier niet vanaf. Ik inmiddels ook niet. Wij zijn team pussy toch? Team pussy. Kom jongen, team pussy. Flikkers die staan nog steeds daarboven en ze willen maar niet naar beneden. Ja, laten we maar gaan doen man. Nou, ik ben blij dat Veras toch heeft besloten om het niet te gaan doen. Ik ben militair geweest, ik heb dit soort dingen ook gedaan. En zelfs ik doe het niet. Pussy! De jongens willen barbecuen en halen vlees bij de oude vertrouwde Lidl. Huh? Hebben ze dat ook in Tsjechië? Ja, en nou mag je weer je bek houden en verder kijken. En we gaan nu... Hey, je gaat het er niet nu uitgooien hè, Mogol? Nee. Dit vind ik echt niet cool man. Nee? Robert ziet vanuit zijn ooghoeken een potentiële kampeerplek bovenop de berg. Ik ga nu met mijn worsten gooien. Dit wordt de plek waar de jongens vanavond gaan overnachten. De Jeffrey smakt gewoon echt als een kleutertje. Mam, hoi, hey. Ik heb nog 100 kronen of zo. Ja, zou ik misschien wat geld kunnen lenen, weet je? Dat is goed, is goed. Ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. Ik hou van je, kusjes, doei. High five. Ik hou van je, werkt altijd. Voordat ze kunnen gaan barbecuen, moeten er stenen verzameld worden. Je weet ook gewoon hoe deze allemaal werken, of niet? Nee, ik vraag het niet aan jou, want van jou weet ik het antwoord wel. Veras en Jeffrey, gecombineerd met alles wat zeg maar met helpen te maken heeft, is zeg maar gewoon fout gelopen door hun. Ik zag jou serieus al met je voet tegen die barbecue aankomen. En dit is waarom ik het fucking zei. Ik ben geen mogol. Wel. Ja, oké, maar ik ben... en Jeffrey ook. Dit is gewoon discriminatie. Ja, ja, discriminatie. Jullie zijn gewoon fascisten. Ik ga de slaaf voor jullie maken. Wat een sorry. Na een heerlijke maaltijd moeten de tenten worden opgezet. Robert, een ex-militair, gaat de jongens het leren. Jullie leren hoe je tent opzet? Ja. Wat? Ja. Ja. Ja, soldaat. Jullie niet helemaal geschikt zijn. Dat Veras. Jo. Laat maar zitten, dit wordt niks. Het is inmiddels donker en er moet een kampvuur gemaakt worden. Er zitten hier wilde bloemen die je kunnen opeten. Shit. What the fuck is dat? What the fuck? Wat is er allemaal gebeurd dan? Dit lijkt me een klus voor Team Pussy. Oh, hey, wat de fuck loopt daar? Dat ben ik. Oh. Wow. Oké, oh shit. What the fuck is dat? Ik ga echt niet meer in het bos. Volgens mij zitten daar heksen. Oh my god. Het is ons gewoon geluk, man. Een fucking vuurtje maken. High five, man. Die die. Voor het slapen gaan poetst Veras zijn tanden. Oh, hoe moet ik dit nou eruit gaan drinken dan? Oh, dat is echt grim. Robert. Nachtje. Nee. Hey, ik moet gewoon slapen, jongen. Onze overgebleven mannen zijn dronken. Zoals altijd. Tijd voor een weddenschap. Ja, wij gaan zo meteen naar die geit en we gaan die bel jatten. Let's go. Let's go. Ik ben een beetje aangeschokt. Gast, dit is echt niet chill. Pak die bel. Ik denk, wat voel ik de hele tijd voor schokken? Ik sta gewoon tegen het schietpraat aan. Deze heeft die bel. Zal de aarde worden opgeslokt door een zwart gat in ons melkwegsysteem? Kijk voor dat en meer volgende week naar Roadtrip Oostblok. De volgende keer bij Roadtrip Oostblok. Ja, ik heb het gehad over grenzen toch, Veras? We zijn er bijna. We zijn hier aan het lip nog meer. Jeffrey ziet de chick helemaal zitten.